Dank u. Ik neem het heel even over. Dus ik geef als eerst spreker de heer Bosma van de PVV. U 10 minuten gaan in. Dank u wel. Voorzitter, het wordt erger en erger. Soep over het schilderij De Zaaier van Van Gogh in Rome. Klimaattuig dat op aller zielen het requiem van Verdi verstoort in het concertgebouw. Een stuk taart tegen de Mona Lisa. Aardappelpuree tegen een Monet. Tomaat in blik tegen een Vermeer. Klimaatsocialisten willen alles ondergeschikt maken aan hun blinde fanatisme. En de zeeloten worden fanatieker en radicaler. We zien de gevolgen. Zalen waar kunstwerken hangen gesloten, schilderijen achter dik glas, strengere beveiliging, torenhoge kosten. En waarom zou je als particuliere bezitter je schilderij nog uitlenen aan een museum in de wetenschap dat je dure bezit wellicht ten prooi valt aan linkse wereldverbeteraars? Mijn vraag is deze, waarom wordt er niet ingegrepen? Waarom worden hun netwerken niet blootgelegd? Waarom haalt de politie ze niet van de straat? Waarom wordt niet uitgezocht wie ze financiert? Antwoord, omdat ze behoren tot dezelfde kring als de macht. Het zijn de verveelde, verwende, vooral blanke kinderen van rijke D66 en GroenLinks-ouders. Producten van de anti-autoritaire crash. Nooit iemand die zei nee, je mag geen lijm smeren in het haar van je klasgenootje. Nooit een correctie, nooit een tik op de vingers. Vaak narcistische persoonlijkheden, opgehit door linkse leraren en door het jeugdjournaal. De aarde vergaat, CO2 weg ermee, het einde der tijden. We moeten de planeet redden. Snel plak je vast aan een schilderij. Zal ik alvast een beetje helpen? Just Stop Oil wordt gefinancierd door mevrouw Getty van de Amerikaanse miljardairsfamilie. Extinction Rebellion door Soros. Al die ellende, al hun denkbeelden, al hun fanatisme, al hun geld komt uit Amerika. Terecht vraagt de CDU in Duitsland om een hardere aanpak. Met zwaardere straffen, meer actie van justitie. Vindt de staatssecretaris ook dat er harder moet worden ingegrepen? Ter vergelijking, als je opkomt voor je eigen cultuur, word je door de D66-rechters keihard aangepakt. Ik doel op de legendarische blokkeervriezen die zich inzetten voor een onvervreembaar stukje Hollandse cultuur, namelijk onze dierbare Zwarte Piet. Voor hen geen genade, appgroepen uitgelezen, dagen in de cel, DNA gedwongen, afgenomen. Ik was op hun proces, het duurde 5 dagen... Justitie haalde alles uit de kast. Waarom zij wel en de klimaatwappies niet? Nou, simpel, omdat de blokkeervriezen volkse mensen zijn. Mensen die zich maandagochtend om 8:30 moeten melden bij hun baas. En dan ook nog eens niet politiek correct. Ja, dan vraag je erom. Dan komt justitie wel in actie, niet bij de klimaatwaanzinnigen. Terreur tegen cultuur. We zien dat ook bij de woke-oorlog tegen Zwarte Piet. Eveneens gefinancierd door meneer Soros. In Volendam is Zwarte Piet nu ook al kapot gemaakt. Hij mag er niet meer komen, hij kan er niet meer komen. Waarom niet? Angst voor het linkse geweld. De stormtroepen van de macht. Waarom worden zij niet aangepakt? Simpel, omdat ze doen wat de elites willen. Wat de macht wil en dus komen ze ermee weg. Woke wint. En vrijdag zagen we een dramatisch nieuwe episode in al die woke ellende. Een prachtig ironisch schilderij, maar daarop hoogleraren van de Universiteit Leiden van vele jaren geleden. Allemaal blanke mannen. Of om het in de haattermen van links-Nederland te gieten, witte mannen. Tja, dat kan natuurlijk niet meer. Althans in de verknipte wereld van linkse idealisten die altijd maar schijnen te weten dat dingen niet meer van deze tijd zijn. Het hooglerarenkorps van Leiden had er indertijd anders uit moeten zien. Daaruit spreekt het verlangen de geschiedenis te veranderen. Zoals dictaturen dat ook altijd wensen, dat is totalitair. Zoals het willen verwijderen van een schilderij totalitair is. En natuurlijk buigen de links-liberale regenten. Het schilderij gaat meteen weg. De universiteit die altijd zo pocht over professor Cleveringa, 1940, en die zo graag zijn morele superioriteit etaleert, blijkt geleid te worden door bange wezels die niet weten hoe snel ze moeten buigen. Hoogleraar Cohen, die in de onderduik de oorlog overleefde, de vader van Job Cohen, en Jan Karel Gevers, met wie ik nog koffie dronk in New York, ze moeten weg. Wat een lafheid, wat een buigen voor de totalitaire verlangens van linkse sneeuwvlokjes. Wat vindt onze D66-staatssecretaris daarvan? Want eigenlijk doen die, waar deze partij groot voorstander van is, namelijk politieke kunst, de diversiteitsagenda, witte mannen, ja, dat kan niet meer. De museumwereld is eveneens extreem woke. Ze geven dat inmiddels zelf openlijk toe. Zie de directeur van het Amsterdam Museum, dat heette vroeger het Amsterdams Historisch Museum. Ze zegt gewoon, ja, wij zijn woke, in het parool, niks mis mee, het zijn activisten.
Jarenlang hebben we in deze commissie gesproken over het Rijksmuseum. De renovatie kostte bijna 500 miljoen. Maar dan heb je ook wat. Ja, wat heb je dan? Nou, buigen voor de woke-terreur. Ik was er vrijdag ter voorbereiding. Het is misselijkmakend. Bij veel schilderijen bordjes waarop in Jip en Janneke taal een krampachtige link wordt gelegd met de transatlantische slavernij. De enige vorm van slavernij waar linkse mensen in geïnteresseerd zijn. Blijkbaar om een wit voetje te halen bij het corrupte en gewelddadige Black Lives Matter. Ze kunnen die toko beter het afzeikmuseum geven. Onze hele vaderlandse geschiedenis wordt langs de woke meetlat gelegd. Bij de boekenkast van Hugo de Groot, bij het portret van Willem van Oranje, bordjes, bordjes, bordjes. Bij een stilleven met kalkoenpastei van Pieter Klaas uit 1627 staat een hele verhandeling over zout. Want in die maaltijd die is afgebeeld, is ook zout verwerkt. En zout kwam wellicht van slaven. Of in het linkse taalgebruik tot slaafgemaakten. De tot belastingbetaler gemaakten hebben het nakijken. Ze schijnen te moeten worden opgevoed. Daarom ga je naar het museum tegenwoordig. Het prachtige paleis van meneer Kuipers, dat is gebouwd om onze vaderlandse geschiedenis te vieren, is nu een gebouw geworden waarin onze vaderlandse geschiedenis moet worden aangepakt. Het is drammen, drammen, drammen. Misselijkmakend. Het gaat over schuld, het gaat over boete, het gaat over zonde. Links is ook echt een kerk. Conclusie. D66 bewindspersonen schaden onze cultuur. Ze verbannen het Nederlands, de taal van Vondel, uit onze universiteiten. Onder een D66er schafte de NPO Zwarte Piet af, boycotte de term Gouden Eeuw en kiest voor een racistische term voor blanken, namelijk witten. Cultuur voor deze staatssecretaris betekent vooral het schuiven van geld naar haar vriendjes in de grachtengordel en de Zuidas. Onder haar D66-voorganger werd ingevoerd dat kunstinstellingen een loyaliteitsverklaring moeten ondertekenen aan de racistische diversiteitsideologie. Anders geen geld. Vele instellingen werken nu al aan het uitfaseren van blanken. En onder mevrouw Usloe worden de musea nog meer veranderd in woke-tempels. Ze zwijgt jammer genoeg als ons erfgoed wordt beschadigd door klimaatactivisten. En ik hoop dat ze zich vandaag niet langer in stilzwijgen zal hullen als de universiteitsregenten zich werpen op ontaarde kunst. Graag een antwoord. Tot zover. Dank u wel voor uw eerste termijn. En ik geef het voorzitterschap weer aan u. Dan gaan we luisteren aan de heer Van Strien van de fractie van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Laat ik het maar gewoon zeggen. De VVD houdt van cultuur. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. Het definieert gemeenschappen